Advocaten, magistraten en griffiers. Allemaal stonden ze vanmorgen broederlijk naast elkaar op het Poelaertplein in Brussel te genieten van het zonnetje. Rond 10 uur hadden ze in 7 haasten het gerechtsgebouw moeten verlaten. Oorzaak: een bomalarm. Het telefoontje kwam vanmorgen binnen op de redacties van de krant Le Soir en de RTBF. Cette moi qui était là qui a décroché. Donc c'était une voix qui me semblait être préenregistrée qui a prévenu que 2-3 colis dont un piégé avait été déposé au palais de justice. De beller vertelde dat de bom zou ontploffen voor 12 uur. La personne disait vouloir s'attaquer à la justice belge, pas des innocents mais véritablement à la justice belge. De politie vindt inderdaad 3 pakjes. Eentje ligt in de grote wandelzaal en wordt tot ontploffing gebracht. Er is wat de politie noemt een valse bom gevonden. Daar, met alles erop en eraan, behalve de explosieven. Het parket onderzoekt nu de zaak. Het gerechtsgebouw werd zeer grondig doorzocht voor alle zekerheid. Het gebouw bleef dus de hele dag gesloten. Tot grote ergernis van veel advocaten die niet verwittigd waren. Nu staat men hier voor een gesloten deur en er staat niemand om uitleg te geven. Dat is weer een vrij typische communicatie. Er loopt echt niet zoals het moet blijkbaar in dit land. Het paleis gaat trouwens pas morgen vroeg om 9 uur open. Voor de mensen van de Brusselse balie een probleem, want vanavond organiseren zij hier hun jaarlijkse quiz. Vanavond wachten wij hier 180 studenten, stagiairs vooral. Die zijn allemaal ingeschreven, die gaan hier vanavond grote getalen komen opdagen. Wij verwachten hier om 5-6 uur allemaal de vrachtwagens met de geluidsinstallatie, podiumopbouw. De grote vraag is nu, had dit vermeden kunnen worden, mocht het paleis beter beveiligd zijn? Trouwens, daar wordt al lang over nagedacht of het justitiepaleis niet beter moet beschermd worden, minder open moet zijn, dus het binnenkomen meer gereglementeerd. Maar dat wordt zeker en vast geen makkelijke klus.